In Vlaanderen rust er nog veel schaamte op coaching. Men wil alles alleen doen en geen hulp vragen. Toch kan het inschakelen van een coach zeer effectief zijn. De relevantie van coaching wordt steeds hoger. Hoe meer en hoe sneller veranderingen zich aandienen, hoe meer je iemand nodig hebt die jou eens vragen stelt, die jouw reflectie mee aanstuurt en die ervoor zorgt dat jouw gedachten vernieuwen. Het zou in organisaties een geweldige stap zijn als iedere manager iedere 5-6 jaar standaard in zijn loopbaan een coachingtraject zou krijgen. Ook omdat gewoon voor de mens meer levensvervulling aankomt. Dus in onzekere tijden neem je de twijfel weg of je wel goed bezig bent. En je gaat ervoor zorgen dat mensen de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen potentieel en hun eigen carrière, loopbaan, evolutiemogelijkheden. Zou prachtig zijn voor mens en organisatie. We voelen ons collectief bang, boos en verdrietig. En dat verlamt het nemen van beslissingen. Slecht voor onze organisaties. Wij gaan mee met de stroom en zitten niet vast in een strijdperk. Daarom is online groepscoaching en coaching, gefaciliteerd door professioneel gecertificeerde coaches, werkelijk de hefboom om deze transformatie te faciliteren, doelen en verlangens te realiseren en innovatie te blijven stimuleren. Onze leer- en veranderbereidheid maakt juist dat we op een menselijke manier de transformatie kunnen doorkomen.